We zijn zover. De jury heeft een oordeel kunnen vellen. Ik denk, dit zal wel weer moeilijk geweest zijn. Ik ben blij dat ik niet in de jury zit. Ik geef de microfoon over aan de juryvoorzitter. En aan jou de moeilijke taak om te vertellen hoe en wat. En de eerste prijzen en de rest zijn, heb ik begrepen, allemaal tweede prijzen. Gelukkig wel, gelukkig hoeven we niet van 1 tot en met 8 of van 1 tot en met 9 te doen. Want dat zouden wij niet kunnen. Er is zoveel talent in Ruurlo dat we blij zijn dat we iedereen een tweede plaats mogen geven. Bij die tweede plaatsen zijn zelfs nog een aantal meiden en jongens bij waarvan ik denk, die moeten iets gaan doen met muziek. Want die hebben talent in hun uitstraling, die hebben talent als ze nog een beetje zouden kunnen zingen of een instrument bespelen, dan horen ze thuis in de showbiz. Dus het is niet meer zomaar alleen maar ik doe even mee met de playback show, maar misschien kan het een start zijn voor een carrière. Meen ik echt. Dus allemaal gefeliciteerd met de tweede plaats. Ja, allemaal gefeliciteerd, tweede plaats. Ja. Jullie krijgen ook allemaal een mooie tweede plaats. Alleen we moesten een winnaar uitkiezen in 3 verschillende groepen. We moesten een winnaar uitzoeken bij de jongens. Bij de leeftijdsgroep 7, 8, 9 en bij de leeftijdsgroep 10, 11, 12. Waar gaan we mee beginnen? Zullen we beginnen bij de jongens? Bij de jongens werd ik ontzettend ontroerd. En ik niet alleen, ook de andere juryleden werden ontroerd. Door eigenlijk nog een heel klein manneke. Hij heet Bas. Bas, kom erbij, jongen. Bas Onsvoort was het toch? Heb ik de naam niet goed? Bart! Oh, Bart. Sorry, Bart. Bart, geweldig. Ik vond jou zo goed, jongen. Gefeliciteerd met de eerste prijs bij de jongens. De beker voor jou. Blijf hier staan. Zwaai naar het publiek. Hou die beker omhoog. Ja, yeah, applaus voor hem. Geweldig, Bart. Je hebt mij een plezier gedaan met je optreden. Gaan we naar de meiden, de jongste meiden. Dit doe ik om de spanning te verhogen. Hè? Even een pauze inlassen van oh, spanning. Ook daar waren het jonge meisjes. Dus we hebben het nu over de jonge meisjes. 7 jaar. 2 meisjes van 7 jaar stonden op het podium. En die deden een stuk uit de musical. Assepoester. En daar waren wij zo van onder de indruk. Vooral op de manier waarop Ton even op zijn nummer gezet werd. Misschien heb ik daarom wel voor ze gestemd. Ik vond het geweldig, dames. Mijn mond viel open. En alleen maar door een schort af te doen veranderden ze van een schoonmaakster in een prinses. En dat ging allemaal zo natuurlijk en ze speelden het zo goed. Gefeliciteerd meiden, je krijgt van mij een hand. Gefeliciteerd, geweldig. Ga naar voren staan en zwaai met je beker. Applaus! Kom erbij staan, want we moeten nog een prijswinnaar aanwijzen. En de prijswinnaar, dat is de afspraak hier, de prijswinnaar van de hoogste groep, die gaat nog een keer optreden dadelijk. En we hebben daar rijp beraad, want er waren meer goede acts. Ik heb het ook tijdens, we hebben het allemaal tijdens de jury, hebben we het verteld wat we ervan vonden. Er waren ontzettend veel goede acts bij en we hebben het met elkaar moeten afwegen. En uiteindelijk kwamen we tot een act waarbij alles eigenlijk klopte, vonden wij. En er staat op de lijst Licia, maar ik heb ook al gehoord dat het Kiesja moet zijn met TikTok. Die gaan dit jaar de playback show, de laatste playback show van Ruurlo winnen, want volgend jaar heet het vast anders. Ja, jullie moeten nog even weer de vesten uit, want jullie moeten nog weer op gaan trainen. Oké, dames, ik vond het geweldig. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, pak de beker aan en loop naar voren en luister even naar het applaus van het publiek. Moet je horen. Moet je horen wat ze voor jullie applaudisseren. Geweldig, dames. Jullie mogen ze dadelijk nog even het winnende nummer opnieuw doen. En dan moeten we eigenlijk alle anderen op het podium halen. Hè? Of doen we dat later? Dat doen we daarna. Dan geef ik jou de microfoon terug, want dan ben ik uitgepraat.
Nou, dankjewel Jan. Ik zou zeggen, start de muziek in van Isha, Lisha, Kisha. Kisha hoor ik net hier achter me. TikTok heet het liedje. Dus ze hebben nog even de krukjes bij nodig. Jullie mogen heel even een stapje naar achteren doen, zodat hun alle ruimte hebben. Ik wil een groot applaus voor Bente en Emma. En daarna gaan we met z'n allen op het podium als dit afgelopen is. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers up tonight. I'll fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock. The party don't stop. No. Unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk. Gonna smack them if you're getting too drunk, drunk. Nah, nah, we go until they kick us out. The police shut us down, down. Police shut us down, down. Po-po shut us down. Don't stop, make it pop. DJ blowing speakers up tonight. I'll fight till we see the sunlight. Wat een giegeltje aan het eind.